Jans, zou je iets willen vertellen over wie je bent en wat je doet voor je werk? Ja. Ja, nou dat zou ik graag willen, want ik hou van mijn werk. Dus ik ben Jans, Jans Spiegelaar. Ik ben medewerker langer thuiswonen bij de woningcorporatie Domesta in Emmen. Medewerker langer thuiswonen, het zal nu je vraag zijn, wat houdt dat dan precies in? Ja, zeker. Ja. Dus ik maak even het gras voor de voeten weg. Medewerker langer thuiswonen, we hebben dat ooit in het leven geroepen omdat de groep senioren steeds groter wordt, zeg maar. En wij vanuit het Rijk steeds langer thuis moeten blijven wonen. Kinderen wonen vaak overver. Zelfstandig, oudjes, met alle respect, maar de ja, ouderen, zijn het zelf, de ouderen, hè, binnenkort, ja, ja, inderdaad. Ja, het gaat over ons. Maar dan, dus ik ga dan op gesprek, zeg maar, en kijken hoe ze langer zelfstandig kunnen thuis blijven wonen. En dat kan variëren van een drempel tot beugels, verhoogde toilet, noem alles maar wat. Mooi. En langs de trap zijn leuningen aangebracht aan weerskanten. Ja. Eén kant was er al, de andere kant ook. Het is niet alleen een beugeltje en een drempeltje, maar het is veel belangrijker om achter die voordeur te komen om te kijken van, hey, wat speelt er nog meer? Want ook de eenzaamheid in Nederland is gewoon ontzettend groot. Ja. En ik krijg er alle vrijheid in van mijn leidinggevende, zeg maar, om het gesprek aan te gaan en om dan ook te kijken van, hey, wat speelt er? Ja, alles gaat hier ook in de lift. Als het geen beugeltje of een drempeltje, dan zit er heel vaak een verhaal achter en dan komt heel vaak eenzaamheid naar boven. Of andere dingen, zeg maar, een stukje rouw of nou, weet je, dat mensen nog steeds in een situatie zitten waar ze niet echt uit kunnen komen. Nou, vandaar dat ik dat ook aangegeven bij mijn baas. Toen kwam ik op het idee van, hey, is een hbo-opleiding seniorencoach niks voor jou? Dus die heb ik toen gedaan. En dan kun ik ook mooi gesprekken voeren, zeg maar, op het gebied van, nou ja, mooi gesprek, maar in ieder geval gesprek voeren op het gebied van de rouw, eenzaamheid en noem alles maar op. Mm-hmm. En dan probeer ik daar de mensen een beetje in te begeleiden. Dus het gaat echt wel verder, zeg maar, dan alleen maar het huis. Ja. Ja, mooi. En gelukkig krijg ik er alle vrijheid aan. Dus ja. Wij zijn hier komen wonen toen ik hier op, in dit dorp werk kreeg met onderwijs. En we wonen er nog. Ja. Het is een heel mooie plek. Ja, ik snap.